Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Ik zou kunnen zeggen goedemorgen, maar dan lieg ik. Dus bij deze gewoon welkom bij deze video. Het is nu 5 uur. En we zijn eigenlijk nog wat vergeten om vandaag te vloggen. Ik heb ook zelf heel erg rustig aangedaan. Het was niet super druk vandaag in ons koffie- en ons theaatje. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus toch ook nog wel wat, heel wat nog wel kon rusten. Maar ik had gisteren een coronavaccin gekregen. Of ik heb gisteren een coronavaccin gekregen. En ik had jullie beloofd om vandaag een update te geven hoe het gaat nu met mij. Nadat ik dus het vaccin heb gehad. En ik moet zeggen, ik werd vandaag wakker rond 1 uur. Ik was echt gewoon super misselijk. Ben ik nog eens wakker geweest om 4:30 denk ik, van 4:30 tot 6. Ik kon echt gewoon niet slapen, voelde me niet zo heel erg goed. Maar dan toch vanmorgen ben ik dan toch, om 7 uur ging dan eigenlijk onze wekker, ben ik toch vanmorgen opgestaan. En voelde ik mij, raar maar waar, toch wel 70%, 80% in orde. Dus dat is best nog wel veel. Dus ik had uiteindelijk gezegd van kijk, het is heel goed. Dus dat kon ik dan toch vandaag ook nog wel wat helpen in ons koffie en ons theertje. En wat vandaag ook nog een keertje hulp van ook nog de mama van Jeno trouwens. Dus dat was wel fijn. Ik moet wel zeggen, ook mijn arm. Ja, ik voel wel dat er een vaccin gegeven is zo. Maar nu niet dat ik zeg van, oh, ik kan echt eigenlijk mijn arm maar amper bewegen. De vorige keer toen ik dus een kinkhoestvaccin heb gehad. Toen had ik echt veel meer last. Ben ik echt 2 dagen slecht geweest. Had ik 2 dagen ook een kei stijve arm. Maar dat heb ik nu eigenlijk niet. Dus ik hoor het lawaai. Ik weet niet wat dat was. Want ik denk dat het onze telefoon was. Maar ik denk dat die nog heeft opgenomen. Dus toen ik vorige keer een kinkhoestvaccin heb eigenlijk gehad, dan heb ik echt 2 dagen last en nu eigenlijk niet. Het is vandaag trouwens heel slecht weer. Als ik zo naar buiten kijk, echt, het heeft vandaag bijna de hele dag geregend. Moet eens kijken. Niet echt bepaald weer waar dat je vrolijk van wordt. Heel grauw weer. Het heeft ook best nog wel veel geregend. Er ging nog plassen. Alles is helemaal nat geregend. Maar kijk. Ik zie net trouwens dat daar vanachter onze buren een springkasteel. Echt als een kasteel hebben. Grappig, hè? Met een tentje ervoor. Hoe grappig. Er zit ook trouwens ook iemand op aan het springen, denk ik. Ofwel waait het heel hard. Nu ja, ik heb dus vandaag rustig aangedaan. Ik heb heel veel kunnen rusten en ik ook heel erg blij voor. Want dat doet mij echt gewoon wonderen als ik toch maar wel wat eigenlijk rust kan hebben. En ja, ik voel mij wel oké. Dus ik ben wel blij. Ik zou het ook zelf ook andere zwangere vrouwen ook zeker aanraden om toch ook maar een coronavaccin te laten zetten. Ook al, ja, ik heb het gisteren ook al een keer denk ik, gezegd van je weet natuurlijk niet hoe het gaat zijn op de lange termijn. Maar als je nu corona krijgt is het erger als eigenlijk, dus eigenlijk het vaccin. Dus ja, ik was echt zo bang. Eigenlijk vooral denk ik ook wel voor wat de bijwerkingen van eigenlijk het vaccin. Maar tot hiertoe is dat dus allemaal heel erg goed meegevallen. En ik hoop dat het ook zo gaat eigenlijk blijven natuurlijk. Maar dat zal wel. Nog een half uurtje. Ja, en dan stuurt hij net juist naar dus nog eigenlijk klaar terugkomen dadelijk. Dus ik ga direct eventjes nog een keer beneden, nog een keer in de keuken, nog een keer moeten komen helpen. Maar dus wat ik nu aan het nu ben ik eventjes nog heel mijn kluts kwijt daardoor. Morgen is het trouwens nog eens opnieuw weer een werkendag. Morgen is het ietsje beter weer. En daar hopen we echt wel op. Want ja, beter weer zorgt ook wel dat de mensen ook echt wel gaan buiten komen. Het wordt morgen 16 graden en droog. Dus niet echt super warm. Maar het is toch wel beter als vandaag in ieder geval. Dus daar kijk ik best wel eigenlijk naar uit. En ja, ik kan nu dus dan maar beneden pannenkoeken gaan maken. Want Jeno zegt dat hij pannenkoeken nodig heeft. Dat is juist telefoon voor mensen die pannenkoeken wouden nog komen eten. En dan denk ik dat daarna onze avond gaat beginnen. Het is nu 4:15. Dus het is niet meer zo lang. En zo gaat het hier aan toe bij GOT. Als we bijna gaan eigenlijk sluiten. Ja. En hoe zou je dat het schoonmaken, hè? Dat is goed, hè. Dat is een propere zaak. Dat hebben de mensen graag, hè. Ik vind het ook grappig dat hij vandaag zelfs hier werkt. Zelfs nog met een jas aan. Ja, maar ja, het is koud buiten. Iedereen heeft die jassen aan tegenwoordig. Ja. De mensen in onze zaak dan... Ja, in onze zaak is het niet. Die is leeg natuurlijk, maar in onze veranda zitten. Of op de ras, ja. Aan, maar ja, ze komen toch, dus ja, dat is goed, hè. Ja. Een beetje kuisen. Voilà, het is weer proper. Ja. Goed. Even laten drogen en klaar. Klaar is Kees. Als jij mij zit te vloggen, dan mag ik jou ook vloggen, hè? Ja. Terwijl je aan het werk bent. Ja. Pannenkoeken bakken voor de klanten. Yes. Dunne pannenkoeken, hè? Ja, ja. Die mensen vinden dat belangrijk, hè? Ja, ja. Een dun pannenkoekje, lekker gebakken door Jolien.
met verse degen en vers gebakken. Waar zie je dat nog? Hè? Ja, niet overal meer in ieder geval. Bij ons. Ja. De zaak is afgesloten. Afgesloten is de zaak. We hebben een stemprobleem. Ik heb een beetje te veel gepraat met de klanten, denk ik. Het was een hele leuke dag. We hebben ons best gedaan. En dat is het beste wat we kunnen doen. En we hebben ook nog eens vrienden op bezoek gehad. Ja. Maar we hebben niet gevlogd. Nee, ook weer vergeten. Nee. Maar het was heel fijn. Leuk mee te zien. Hoe voel je je nu eigenlijk na zo'n... Nu is het eigenlijk al over de dag dat we zijn. Hoe heb je nu eigenlijk gevoeld nu nog? Jawel, om af te sluiten? Ik voel mij niet 100%, maar ik voel mij toch wel 80% vandaag. Of 70% misschien. Okay. Als ik nu te veel rondloop en niet altijd heel druk doe, dan gaat het wel. Dus, super. High five. En jij hebt ook trouwens zeer aan je arm, zei je net. Hè? Ja, dat is heel raar. Ik heb in één keer zeer gekregen waar ik het kinkhoestvaccin heb gekregen. Of was dat in deze arm? Ik weet dat niet. Maar ik heb plotseling hier zo zeer... Dat is echt raar. Maar ik heb dat misschien al eens verteld. Ik heb vaak pijn. Als we te vaak over iets praten of als te vaak iets in mijn hoofd zit, krijg ik ook die pijn. Dus als zij te veel praat over dat vaccin, dan voel ik dat ook. Net zoals hetzelfde als ik naar televisie kijk en ik zie iemand zijn hoofd eraf gesneden worden, dan voel ik dat ook. Ja. Hoe gek het ook is. Ik heb zo van, ja, dat heeft een bepaalde naam, kan nu niet opkomen. Fantoompijnen, denk ik. Fantoompijnen, ja. Voilà, ik heb dat dus. Ja, ik kan er ook niet aan doen als er iemand zijn gezicht wordt in elkaar geslagen. Ik voel die deuken allemaal. Ja. Hoe gek het ook. Dat is heel raar. Heel raar, ja. We hebben morgen tijd om ons bedje in te springen, want morgen is het opnieuw werken daar. Ja. Nee, eigenlijk voor een paar uur is het alweer een nieuwe werkendag. Het gaat goed komen. Ja. Morgen zijn we er opnieuw voor een nieuwe video. Ciao. En ik zou zeggen, kijk maar mee. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.